Want bij Suske is er uitgekomen dat ze 2 gebroken kiezen heeft. Loop ik er een beetje tegen aan dat ik niet meer weet hoe ik verder moet. Ik ga even een unboxing van jullie doen voor deze 3 dozen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag, de dag na YouTube-weekje en ook de dag, of eigenlijk de week, dat we gaan beginnen met alles te opruimen. Yeah. Yay. Ik wat zei je? Het is lekker rustig nu. Ja, het is echt heerlijk rustig nu hier zo. Ik heb heerlijk geslapen, beter geslapen dan alle 10 dagen bij elkaar afgelopen 10 dagen. Ik ga jullie deels meenemen, want we zijn vandaag druk bezig met van alles en nog wat. Dus ik denk dat ik weinig ga vloggen, maar ik zal wel wat filmen om eventueel wat voor- en na-resultaten te laten zien. Of wat dingetjes af te vinken van het to-do-lijstje met wat er moet gaan gebeuren. Dus dat gaan we denk ik met een leuk muziekje doen. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving. Goedemiddag allemaal, het is vandaag de volgende dag. Ik had gisteren eigenlijk na alle sfeerbeelden en taken die ik moest afwerken nog een stukje film opgenomen, want de tandarts was er gisteren voor de paarden. Ik had voor het eerst een nieuwe tandarts laten komen, omdat we natuurlijk verhuisd zijn. Ik heb toen een tijdje geleden, vlak voordat de paarden gingen verhuizen hierheen, had ik toen even iets op Instagram geplaatst van nou, ik zoek nog een nieuwe dierenarts, nieuwe springinstructeur, nieuwe tandarts, blablabla. En ze hadden best wel veel van, ik weet niet of van jullie of van Instagram, gezegd dat Niek Jansen wel een hele fijne was en die was hier in de buurt. Dus nou, aangezien zijn naam zo vaak voorbij kwam, heb ik hem toen gebeld en hij kon ook wel redelijk snel langskomen. Dus Niek kwam niet alleen voor Mar, maar ook voor zus en ook gelijk even voor Ax.
Mars natuurlijk in februari nog bij de tandarts soort van geweest. Omdat hij natuurlijk die kies daaruit moest getrokken worden. En die sinusholte helemaal leeggehaald moet worden. Maar er was best wel weer tijd om te gaan. Want waarschijnlijk, ik weet nou niet meer zo goed wat het precies, of ze toen echt alleen die kies eruit hebben gehaald. Of dat ze ook gelijk heel het gebit hebben gedaan. Maar Mar had best wel weer scherpe haken. Wat ik wel had verwacht, omdat hij prop aan het maken was. Zag ik tijdens het eten van zijn voer en tijdens het eten van zijn hooi. Dus daarom liet ik eigenlijk de tandarts komen. Omdat ja, dat dan natuurlijk al gelijk al aanleiding is eigenlijk dat er iets niet helemaal goed is met het gebit. Nu was eigenlijk het hakengedeelte, hij had wat golvingen. Achterin was er wat scherps. Kon ook gelijk even kijken met hoe het gat hè, waar die kies ooit gezeten heeft. Die zit super mooi dicht, dus dat is heel erg fijn. Dus Mars' gebit was eigenlijk best prima. Die moest wel even onderhouden worden natuurlijk, maar die was best prima. En die moet over 10 maanden ongeveer weer. Tegelijkertijd natuurlijk eventjes zijn geslachtsdeel schoongemaakt. Dat laat ik natuurlijk heel vaak, nou, 1 keer per half jaar, 1 keer per jaar ongeveer doen. En dat doe ik meestal dan, omdat mijn vorige tandarts, dat was ook een dierenarts. Dus dat, die kan dat zeg maar ook doen. En deze tandarts is een tandarts. Paardentandarts. En die werkt samen met een dierenarts die ook een paardentandarts is. Dus ze kwamen ook met z'n tweeën. Ze werkte ook met z'n tweeën tegelijk. Super grappig, want Mar en ze stonden dan tegenover elkaar. En dan wisselden ze elkaar ook gewoon af. Dan ging die in 1 keer met dat paard verder. En dan ging die weer verder met dat paard. Dus dat was best wel grappig. Maar daardoor konden ze ook Mar zijn geslacht heel even schoonmaken. Want dat heeft hij natuurlijk, zoals ik het altijd noem, zijn SOA. Dan moet gewoon 1 keer in de zoveel tijd moet dat schoongemaakt worden. En hij zei ook van, nou goed dat je dat zegt. Want heel veel mensen weten dat natuurlijk niet. Dat ruinen ook van die bonen in de plasbuis kunnen hebben. Bij Mar is het meestal heeft hij geen bonen. Soms wel, als het al heel lang geleden is. Maar Mar heeft gewoon dat overmatig smegma aanmaken aan de buitenkant. Dus dat moet gewoon 1 keer in de zoveel tijd even een beetje schoongemaakt worden. Dus dat heeft hij ook gelijk even gedaan. Nou, Suske die werd ook behandeld. En Suske is eigenlijk ook altijd jarenlang gewoon netjes aan de tandarts geweest. Kans is aanwezig dat dat niet zo'n hele goede tandarts was. Want bij Suske is er uitgekomen dat ze 2 gebroken kiezen heeft. En die moeten eruit. En ik weet niet of je weet wat het kost om een kies bij een paard te trekken. Maar dat ligt rond de 1000 euro per kies. Dus daar schrokken we natuurlijk heel erg van. Vooral Carmen natuurlijk. Carmen wist wel dat er iets met haar gebit was. Ik heb Suske niet echt proppen zien maken. Maar Suske, haar voortanden zijn best wel scheef. Dat loopt echt gewoon zo diagonaal loopt dat. En dat was volgens mij de osteopaat was dat opgevallen. Dus die had eigenlijk al aangegeven dat daar in ieder geval iets mee gedaan moest worden. Dus daarom vond ik het ook heel belangrijk om echt een goede tandarts te laten komen. En die hebben dat een beetje recht gemaakt. En die kwamen dus ook achter dat er 2 kiezen gebroken zijn. Dus die moeten er eigenlijk wel binnen een maand uit. Want als je die er niet uithaalt, kan het zijn dat ze zoiets gaat ontwikkelen wat Mar bijvoorbeeld had. Dat het dus aan de bovenkant gaat ontsteken en dat dan de sinus gaat vollopen. En dan ben je natuurlijk wat verder weg van huis. Nu moet ik zeggen dat zo'n operatie is wel wat ingrijpend, maar die is niet zo duur. Vooral het kiezen trekken maakt hetgene wat het heel duur is. Dus daar schrok ze natuurlijk best wel van. Dus daar laat ze waarschijnlijk volgende maand, moet dat op de kliniek, moet dat gaan gebeuren. Dus dat was natuurlijk wat minder leuk om te horen. Ik heb niet gefilmd tijdens deze behandeling. Zoals je misschien al weet, zeg ik dat wel vaker. Als ik voor de eerste keer hier iemand laat komen of ik heb voor de eerste keer bij iemand les die mij niet kent bijvoorbeeld, dan vind ik het niet heel chill om er gelijk met de camera bovenop te staan. Vind ik het fijner om eerst die mensen even te leren kennen. Even te weten of ik tevreden ben over hun werkwijzes. Et cetera, eigenlijk wat er een beetje rondom hangt. En dan mocht ik daar tevreden over zijn en ze komen nog een keer, dan vind ik het wel interessant om even te vragen, joh, vind je het goed als ik misschien een stukje film voor YouTube, als ze dat natuurlijk zelf ook fijn vinden. Nu komt hij waarschijnlijk pas weer over 10 maanden, maar daarom heb ik even niks gefilmd, omdat ik ook gewoon het interessant vond om met Mar en met Suske en zo mee te kijken. Dus daarom heb ik er natuurlijk geen beelden van. Ax die had een wolfskiesje. Suske had ook een klein wolfskiesje, dus dat vond hij ook wel frappant dat dat nog nooit iemand was opgevallen. Dus die hebben ze verwijderd, maar dat was echt een heel kleintje. Ax had ook een wolfskies, maar een wolfskies hoef je in theorie nog niet echt te verwijderen als ze er geen last van hebben, zolang je nog niet met een bit aan de slag gaat. En Carmen is komend jaar nog niet van plan om Ax in te rijden, dus ze weet ook nog niet of ze dat met bit of zonder bit wil gaan doen. Dus ze kon die nu nog wel eventjes laten zitten en dan waarschijnlijk volgend jaar als bijvoorbeeld Mar weer moet, dat we dan dat bij Ax misschien wel weg laten halen. Dus dat is in ieder geval de update van de tandarts. Ander nieuws is dat Sjoerd en ik vanochtend ons samenlevingscontract en het testament hebben getekend. Dus dat is ook weer wat af te vinken binnen onze relatie, binnen onze bucketlist of hoe je het wil zeggen, wat er een beetje bij komt kijken als je ook een huis wil gaan aanschaffen. En ik heb me even een beetje omgekleed, iets comfortabele kleding aangedaan, want ik wilde eigenlijk met Mar wat gaan grondwerken, want ik heb een heel leuk nieuwe kaptoon gekregen van Boukje. Deze kleine verwende paardjes willen het nieuwe hooi weer eens niet eten. Maar moet ook zeggen dat het hooi wat in dit hooi net zit, dat was ook best wel van een beetje een vieze gebouw. Op zich wel eetbaar, denk ik, maar daardoor wel weer kieskeurig, hè? Ja, want die andere hebben jullie gewoon braaf opgegeten.
heb natuurlijk 3 hooinetten hangen. Eentje hier in de inloopstal, eentje daar waar zij nu aan het eten zijn en eentje daar. En die daar hebben ze dus heel braaf opgegeten, want dat was inderdaad nog van de vorige baal die ze wel heel lekker vonden. En die daar is ook van de iets mindere baal. Dus die vinden ze niet zo fijn. Maar ik geef ze vandaag nog even de tijd om het toch nog op te eten. En anders gooi ik er even een plak bij van een iets betere baal. En dan mengt het misschien een beetje. En dan is toch de bedoeling dat jullie dat gaan opeten, schatje. Ga je met mij mee? Ik wil even wat grondwerk met jou gaan doen, hè? Na je kleine vakantie van 3 dagen. Het begint net een beetje te druppen, dus dat is wel jammer. Maar Marley, kom hier. Niet mijn babygras opeten. Kijk wat voor moois we hebben. Oh, wat ben je ontzettend knap zo. Hij weet ook dat ik snoepjes in mijn jas heb zitten. Maar hoe tof staat deze kaptoom. Ik mocht dus weer een leuk kleurtje uitkiezen om een kaptoom te laten maken. Ik heb natuurlijk van Boukje al een halsterhoofdstijl en we hebben ook een borsttuig. We hebben natuurlijk die ID-tags en teugels en zo. Maar ik mocht dus nu ook een kaptoom maken. En toen vroeg ze van welke kleur. En toen zei ik, nou laten we eens even gek doen. Ik hou natuurlijk heel veel van geel. Laten we geel doen. En hij is ook nog eens bruin onderlegd. Dat was best wel speciaal was dat. En heb ik er een mooie grondwerkteugel bij gekregen. Je kan hem dus natuurlijk hieronder doen als dat je hem als halster gebruikt. Maar we kunnen hem natuurlijk ook hier aan de bovenkant doen. Dat we hem dus echt als grondwerklijn kunnen gaan gebruiken. En je hebt hier ook nog aan de zijkanten heb je ook nog 2 ringetjes zitten. Ik denk dat je daar eventueel ook nog teugels aan vast kan maken. Wil je hier ook nog mee gaan rijden? Volgens mij was het daarmee. En soms willen mensen ook wel eens met een dubbele teugel rijden. Dat ze eentje aan de neus doen en eentje aan de zijkant. Dus ik ben echt mega benieuwd hoe die hierop gaat reageren. Hij is nu vooral heel even geïnteresseerd in het gras wat voor zijn neus staat, hè? Ja, maar hij staat hem zo goed. Ik ben echt zo blij met deze kleur. Nou, wij gaan even een beetje grondwerken. En ik zal de camera ook nog even aanzetten. Ik denk dat ik hem eerst even ga longeren, zodat hij een beetje loskomt. En dan kunnen we echt gaan grondwerken. Dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Ja, ik vind grondwerken super leuk om te doen, absoluut. Maar ik vind rijden soms nog net iets leuker. Daarom koos ik vaak op de pensionstal toch voor rijden. Maar nu, omdat hij natuurlijk aan huis staat, is het ook net zo makkelijk om gewoon eventjes een half uurtje grondwerk te gaan doen. Hè? En dan gaan we morgen rijden. Ja, gaan we morgen weer lekker rijden. Ja. Wij zijn klaar met het grondwerken. We hebben echt al heel de tijd regen. Dat is een beetje jammer. Ik zit al heel de dag binnen. Als ik terug buiten wil ik even buiten met Mar werken. Is het toch best wel wat aan het regenen. Kijk hoe boos die kijkt. Oh, toch wel blij. Toch wel blij. En kijk hoe knap je vooral bent. Met hoe goed dit... Ik wil altijd lekker op zeggen. Waarom deze kaptoom? Flina, kom op. Ken je vakter, maar kom op. Nee, hij staat heel goed bij hem en hij werkt ook heel fijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik zal even het linkje in de beschrijving zetten, mocht je deze ook willen. En de kaptoomlijn, ik weet niet of het een speciale handwerklijn is, maar die ligt ook heel fijn in de hand. Je bent echt boos, hè? Want jij wil eten hebben. Jij wil gewoon de snoepjes hebben die nog in mijn jaszak zitten. Ja, dat klopt. Ik ben er mee gestopt, want... Zoals je misschien merkt wil Mar nog wel door. Want anders gedraagt hij zich niet zo. Hij wil wel vooral door voor de snoepjes hoor. Maar ik moet zeggen, zowel bij het longeren als bij het grondwerken loop ik er een beetje er tegenaan. Dat ik niet meer weet hoe ik verder moet. Hij doet super braaf longeren. Hij stond mega goed aan de hulpen vandaag. Aan de stemhulpen, want ik doe eigenlijk longeren altijd op stemhulpen. Gewoon easy is langzamer, stap is stap. Draf is draf en galop is galop. En super veel overgangen kon ik doen. En hij was zo goed reageerde die. En dat ik eigenlijk zoiets heb van ik weet niet wat ik nog moet doen. En hij loopt al best wel van zichzelf. Ja, soms lang laag in galop wil hij dat wat meer opkrullen zeg maar. Alsof hij tegen een soort aan de teugel loopt terwijl hij gewoon helemaal vrij is natuurlijk. Dus ik heb ook al met Astrid over gehad dat ik heel graag ook longeerlessen bij haar wil. Omdat ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt. Maar ik gewoon zelf niet meer weet hoe ik nu verder moet. En qua grondwerk loop ik nu ook een beetje vast, omdat ik ook niet zo goed meer weet hoe ik verder moet. Hij kan schouder binnenwaarts, travers, achterwaarts, kan die allemaal aan de hand. Maar ik weet niet of ik het echt per se echt goed doe, of het echt perfect is. En ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet veranderen, hoe ik dat moet verbeteren, wat ik nog eventueel meer kan doen. Dus dat kan ik denk ik ook al bij Astrid lessen. Nou, misschien kan ik altijd weer bij Romy Huisman bijvoorbeeld een keer gaan lessen. Maar waar ik wel heel blij mee ben, is dat ik dus volgend jaar... natuurlijk de opleiding bij NCSH gaan volgen.
Die start in februari of maart volgens mij. Dus de instructeursopleiding. En dat is dan niet alleen natuurlijk voor dressuur, maar ook voor grondwerk en zo zit er heel veel bij. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik hoop dat ik daar in ieder geval ook nog veel meer ga lessen. Dus ik ga leren natuurlijk. En ik wilde waarschijnlijk in september ook natuurlijk de longeertraining volgens mij heet het. Enkele longe volgens mij was het bij Mireille den Hoed van de Tactacademie doen. Dat zit hier echt maar nog een kwartier hier verderop. Dus daar ga ik heel veel lessen ook. Daar lest Astrid zelf ook. Dus daar weet ik sowieso dat ik in ieder geval goed zit. Ik ben natuurlijk met Arena ben ik er ook geweest. Maar ze hebben dus ook de werken aan de hand opleiding. En die duurt dan volgens mij ook een jaartje. En dan kan je daarna ook nog volgens mij dan nog de rij in opleiding doen. En daar heb je ook nog heel veel verschillende niveaus in. Kan je ook nog instructieopleidingen aan doen. Dus dat lijkt me ook heel interessant om te gaan doen. Maar het ligt er een beetje aan. Want ik ben misschien heel september ergens mee bezig. Waar ik nog niet zoveel over kan zeggen. En dat vindt in september plaats. De eerste opleidingsdagen daarvan. Dus ik weet nog niet zo goed of ik daar aan mee kan doen. Daar wacht ik nog eventjes af tot ik de datum zo krijg dat ik bezig ben, hè, liefje? En dan kunnen wij weer lekker verder gaan met jouw opleiding. Ja, oh, wat ben je toch knap zo. Oh, wat ziet het er ontzettend knap uit. Nou, hij heeft in ieder geval goed zijn best gedaan. Ik ga nog even wat snoepjes aan hem geven en dan mag hij weer lekker terug de trek op, hè? Ja. We staan op dit moment in de berging slash, nou ja, eigenlijk toekomstige werkplaats die even als berging dient. Met alle zooi wat hier eigenlijk allemaal ligt. Je ziet hier twee grote dozen staan. Dat zijn nog mijn boeken en alle dekens die ik nog moet opruimen. Dit zijn samples, dus dat boeit niet zoveel. Maar ik heb hier 1, 2, 3 grote dozen staan. Vooral die is echt, nou deze twee zijn even groot, maar die is heel zwaar. Deze heeft Sjoerd al stiekem opengemaakt, want hij was heel erg benieuwd. Maar ik ga even een unboxing van jullie doen voor deze 3 dozen. Ik kreeg ze namelijk tijdens YouTube Weekje binnen en ze waren zo ja, groot en zwaar dat we echt zoiets hadden van wat is dit? Maar het is een nieuwe levering van Kerbel. En Kerbel dat is een Duits merk als ik het goed zeg. Die echt voor heel veel verschillende dingen eigenlijk spullen levert. Onder Kerbel valt bijvoorbeeld ook Covoyero waar ik een paar maanden geleden samenwerking voor heb gedaan. Dat valt dan ook daaronder, want dat is dan ruitensport, dat is dan kleding. Onder Kerbel valt ook Magic Brush. Kerbel heeft ook heel veel stalbenodigdheden. Maar ze hebben dus ook spullen voor niet alleen voor paarden, maar ook voor kippen, katten, honden, etc. Dus de verlenging van onze samenwerking, waar ik natuurlijk heel erg blij mee ben, want dat betekent dat het succesvol was, is dus dat ik nu ook spullen voor de rest van de dieren heb gekregen. Dus in plaats van dat het nu paardenspullen zijn, heb ik nu spullen voor de katten, voor de kippen en voor een hond gekregen. En nee, we gaan nog even geen hond nemen, maar Dico die komt aanstaande zaterdag naar ons. En ik weet dan niet of die 1, 2 of 3 weken blijft. Maar hij blijft in ieder geval minimaal 1 week. En ik heb natuurlijk nog helemaal geen spullen voor Dico hier. Normaal gesproken slepen mijn ouders alles heen en weer. Maar omdat Dico veel vaker hier gaat zijn. Hij kwam natuurlijk ook al regelmatig in het appartement. Alleen Dico is een beetje een aparte hond. Die vindt het dus niet echt heel fijn om te gaan wandelen. En we hadden natuurlijk bij het appartement hadden we het bos ernaast. Dus hij wilde op een gegeven moment gewoon niet meer wandelen. En dan was je buiten en dan liep je richting het bos. En dan gooide hij zichzelf gewoon omver. Lag hij zo op de grond pootjes omhoog en je kreeg hem gewoon niet mee. En dat was gewoon een beetje irritant. Dan denk je, hallo, we willen jou ook hier zo, zodat we lekker kunnen gaan wandelen met je in het bos. En dan wil die hond niet. Dus het chillen hier aan het erf is, of op de boerderij, of woonboerderij, hoe je het ook wil noemen, dat Dico natuurlijk heel de dag lekker kan rondscharrelen, zonder dat we hem moeten verplichten om te gaan wandelen. Hopelijk wil die wel een keer wandelen, want het is hier natuurlijk ook een hele mooie omgeving, maar we hoeven Dico niet meer verplicht mee te nemen, want hij kan natuurlijk gewoon lekker heel de dag rondscharrelen op het terrein. Dus Dico gaat vaker komen, wat natuurlijk super leuk en super gezellig is. Want Dicky is echt super cute natuurlijk. En als hij luistert, dan is hij ook wel heel lief. Maar ik heb dus ook spullen voor Dico gekregen, zodat mijn ouders niet constant alles over mee te gaan slepen. Dus ik ga bij deze even een unboxing doen van alle spullen die ik heb gekregen. Nou, welkom bij de lelijkste setting van een unboxing die we waarschijnlijk ooit in je leven hebben gezien. Ik begin wel even met deze doos. Waar Sjoerd dus al heel erg nieuwsgierig naar was, omdat hij hem dus al heeft opengemaakt. Want wat er hierin zit, zijn allemaal losse modellen. Sjoerd heeft het al helemaal opengemaakt, want hij wilde het ook aan zijn vader laten zien. Als ik even de voorkant lees, is het een automatische kippendeur. Kijk, dus dat is dan een kastje zit erin, met wat snoertjes en een batterijtje. En hier zitten nog wat dingen in, zodat je die deur dan in elkaar kan gaan zetten. Maar wij willen natuurlijk heel graag een nieuw kippenhok eerst maken. Maar we gaan waarschijnlijk eerst gewoon even een nieuw kippenhok kopen, zodat we de nieuwe kippenren kunnen gaan maken. We gaan overmorgen naar iemand toe. Ik heb een soort kippenspecialist ingeschakeld, waar we eerst bij haar mogen kijken hoe hun chicken paradise eruit ziet. En waarschijnlijk komen ze dan ook een keer hierheen, om even met ons mee te denken hoe we een leuke kippenren voor de kippen kunnen gaan maken. Maar de automatische kippendeur heb ik in ieder geval alvast.
Want er zitten hier, we zitten hier aan de rand van het bos, dus er zitten hier wel wat vossen en marters en zo. We horen ook wel eens verhalen van buren dat hun kippen gesneuveld zijn door een vos waarschijnlijk. En onze kippen lopen overdag gewoon los. Misschien, ik weet niet of we dat in stand houden als ze een nieuwe kip erin krijgen, want die is dan 3 keer zo groot als we nu hebben. Het is wel leuk als die kippetjes zo'n beetje over het erf heen scharrelen. Maar s'nachts moeten ze wel echt naar binnen om hem natuurlijk te beschermen voor de roofdieren. En het komt wel eens voor dat we hem misschien een beetje uitslapen. Ik ben het ook wel 1 of 2 keer vergeten. Of natuurlijk als je een keer een weekendje weg bent. Of als je een keer een ochtendje weg bent of een nachtje weg bent, wat dan ook. Dat je dan niet de kippendeur open en dicht kan doen. Dus ik wilde heel graag, toen ik hun catalogus zag en ze hadden een automatische kippendeur, toen dacht ik, dat moet ik hebben. Dan kunnen we, ik weet nog niet zo goed hoe het werkt, dat ga ik nog even lezen. Maar in ieder geval een automatische kippendeur. Ik vind het een fantastische uitvinding. Best wel veel van jullie hadden ook al gezegd dat dat bestaat. Kerbal heeft het, dus hier ben ik in ieder geval helemaal blij mee. Dat is in ieder geval doos nummer 1. Dan hebben we hier doos nummer 2. En dat begint een beetje met een doos in een doos. Dus ik denk dat dit iets voor Dico is. Want ik heb wel een nieuwe bench voor hem gevraagd. Of uitgezocht in ieder geval. Oh nee, dit is, jawel, dit is wel een bench inderdaad. Kijk. Deze heb ik dus, want die hebben mijn ouders ook, maar die valt helemaal uit elkaar. Als je Dico namelijk meeneemt in de auto, dan hebben wij zo'n reisbench die hier op de achterbank kan zitten. En dat vindt Dicky veel fijner in plaats van dat hij gewoon los in de auto zit. En het is ook veel veiliger, anders kan hij door heel de auto heen rollen als hij weg heeft. Als je een keer hard moet remmen of zo. Hij is wel vrij groot. Ik weet niet of de vorige ook zo groot was. Maar goed, deze zet je op de achterbank bijvoorbeeld of in de kofferbak van je auto. Dat kan natuurlijk ook. En daar gaat dan een hond in en die kan gewoon lekker liggen. Er zit ook al een klein dekentje in. Kijk, zo'n klein schapenhondje-achtig ding. En dan ligt hij helemaal veilig. Dus hier was ik heel erg benieuwd naar. Daarom wilde ik ook nu eventjes de unboxing gaan doen. Want mijn moeder, die appte me gisteren. Of die belde me gisteren of zij hem moest meenemen. En toen zei ik van nou, als het goed is, zit hier in een van die dozen. Want ik heb er wel om gevraagd. Want dit ding is echt ideaal voor Dicky. En dan hoeft zij hem niet mee te gaan slepen. En dan kunnen wij deze gewoon altijd hier houden. Als volgende heb ik deze uitgekozen. Dit is ook zoiets fantastisch. Nou ja, ik weet niet of ik hem moet uitpakken. Want pas er net doorheen. Het plaatje zegt het eigenlijk al. Maar dit is een trappetje voor honden. Voor bijvoorbeeld om op je bank te komen. Of op je bed te komen. Weet ik wel, mensen daarvoor gebruiken. En Diek die kan wel op de bank. Diek mag op zich wel van alles op de bank liggen. Hij doet het toch wel. Of hij hem nou mag of niet. Hij doet het toch wel. Dus hij springt er meestal op. Alleen Diek is natuurlijk een langwerpig worstenhondje. Dus het is officieel niet helemaal goed voor zijn rug om zulke soort hoge sprongen te nemen. En hij vertrouwt het ook niet altijd. Hij durft het ook niet altijd. Dus toen dacht ik, nou misschien is het dan handig om zo'n trappetje aan te schaffen. Dan kan hij zo omhoog lopen. Maar ik wil het echt heel graag uittesten. Want ik denk dat Diek het niet begrijpt dat dit kan. En dat hij het niet vertrouwt. En dat hij te lomp ervoor is. Maar het lijkt wel heel grappig om het te gaan uittesten. In dit koffertje zit een nieuw scheerapparaat. Deze mag ik natuurlijk pas rond de tijd dat we de paarden gaan scheren. Dus dat is pas oktober waarschijnlijk. Laten zien. Dus die hou ik nog voor jullie even geheim. Je moet nog bijna een half uur. Nee, dat valt overdreven. Nog 3-4 maanden wachten. Maar dat is mijn nieuwe scheerapparaat die ik moet gaan uittesten. Dan heb ik in dit kleine doosje allemaal dingetjes zitten. Dit is dus een magic brush. Maar dan voor honden. Fantastisch. Dico haat borstelen, maar met de lange vacht van hem moet hij sowieso geborsteld worden. Dit is iets. Ik weet nog niet zo goed wat het is. Daar komen we misschien later nog een keer achter. Dan hebben we nog een borstel voor Diekje. Verwijderd losse haren en licht geklitte haren met name uit de ondervacht. Dus dat is voor Diekje wel heel erg handig. En dan heb ik ook nog deze borstel of kam of hoe je het ook wil noemen. Verwijder doeltreffend dode vachtharen en losse onderwol van uw hond zonder het dekhaar te beschadigen. Is geschikt voor alle vachtlengtes. Dus die heb ik ook voor Diekje. Dan heb ik hier ook allemaal onderdelen waarvan ik geen idee heb wat het is. We hebben een nieuwe drinkbak voor de kippen. Want die ene is gewoon vies en lelijk en zo. Maar volgens mij mis ik hier nog een onderkant in. Ik heb etensbakjes. Voor Diekje is dit volgens mij. Ja, dit kan je natuurlijk ook wel gewoon voor katten gebruiken. Maar ik heb deze voor Diekje gevraagd. Zodat ik gewoon mooi 2 bakjes heb. En de mama ook niet de hele tijd de eet- en drinkbakjes heen en weer hoeft te slepen. En deze is echt fantastisch. Ik kan echt niet wachten om deze op te hangen. Dit is dus een klimmuur. Een soort van voor katten. Dus een soort krabpaal. Maar in plaats van dat het echt een paal is, kan je dit dus zeg maar allemaal aan de muur bevestigen. En de zadelkamer was natuurlijk altijd de plek van de katten. En dat willen we nu nog steeds doen. Dus waar nu een beetje mijn voer staat, waar die voerkisten en alle supplementen staan,
Daar komt een beetje het kattenhoekje. En dan wil ik eigenlijk deze krap attributen aan de houten zijkant natuurlijk, die we helemaal mooi met hout hebben bekleed, vastmaken. En dan hebben de katten ook een leuk klimplekje in de zadelkamer. En ik vind het zo schattig toen ik dit zag. Ik vind het zoveel leuker dan zo'n klimkrappaal. Oké, dan heb ik als eerste iets gekozen. Gauw. Nou, dit is niet chill. Tegen een open plek op mijn knie aan. Ik heb hier een mand met een kussentje. Oh, maar dat was er erin. Dico die houdt heel erg van zijn mand. Dat is niet echt een kussenhond. Dus als je een kleedje op de grond legt, dat hij dan op het kussen gaat liggen. Diek is echt in love met zijn mand. En mam heeft eigenlijk gezegd, nee, hij krijgt gewoon zijn eigen mand, zijn eigen dekentje. Want anders gaat hij er niet in liggen. Dus ik hoop eigenlijk dat hij hier ook gewoon gaat in liggen. Ik heb een lekker dekentje. Lekker kussentje bedoel ik eigenlijk voor hem gehaald. En dan dus ook een mand die als het goed is de goede afmeting heeft. Oké, okay. Hier is de onderkant van mijn kippenwaterbak. En er zitten nog meer dingen in. Ik heb dus weer van dit soort dingen. Nog steeds geen idee waar het precies voor is. Ik heb een kippenvoerbakje denk ik. Wij hebben dus een kattenluikje. Heb ik ook gevraagd. En dit is namelijk zo'n eentje die op een chip gaat als het goed is. En dan ook als het goed is, zo'n chip, een microchip die dus in de kat zelf zit. En onze katten zijn gechipt. Omdat ik natuurlijk wat moeite had met katten, vreemde katten die bij ons uit de bakjes eten. Dus als de nieuwe staldeuren er straks zijn, dan wil ik eigenlijk deze in de deur laten maken. Wel een beetje zonde van mijn nieuwe deuren, maar oké, moet maar eventjes. En dat de katten dan door dit kattenluikje heen gaan. En dat alleen onze katten met hun eigen chip daar dus doorheen kunnen. Ook op aanraden van jullie, ik wist ook niet van het bestaan er vanaf, maar echt mega handig. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus die had Kerbal ook. Dus ik ben heel erg benieuwd of de kat überhaupt door dat kattenluikje heen gaan. Maar ik denk het op zich wel. Ik had deze mega schattige knuffeltjes ook gekregen. Dit is toch fantastisch. Wij hebben hier natuurlijk zwijnen in het bos. En dan zijn we zwijnen als knuffeltjes. Ik hoop echt dat Diki dit leuk gaat vinden. Er zit ook een... Oh, daar hebben we nog een piepding in. Fantastisch is dat. Ik vind het echt helemaal cute. Dan hebben we ook nog een poepschepje. Voor als Diki hier zo op het erf gaat poepen. Dan hebben we ook nog een koelmat. Voor als het hier straks super warm gaat worden, dan kan Diekje lekker op een koelmat gaan liggen. En ik heb nog een mandje voor de katten. Dan heb ik toch nog ook een dekentje voor Diekje. Mocht die toch... Is dat ook voor de katten? Oh, dat is ook voor de katten, denk ik. Deze, is dit voor een hond? Oh, voor een hond. Nou, toch ook nog een dekentje voor Diekje. Mocht die wel graag op een andere plek willen liggen. Maar ik denk dat dit wel een beetje klein is. Alleen Diek zijn buik past hierop. Nou, dan hebben we nog deze natuurlijk. De mand. En dan hebben we als laatste... Oh, wat leuk. Deze wist ik helemaal niet dat ik deze zou krijgen. Een solar battery set voor automatic chicken door. Dus deze hoort nog bij de chicken door. Dus dan hoef je niet misschien op batterijen of er een stroomding naartoe te leggen. Maar die werkt dan op zonne-energie. Dus dat is natuurlijk ook nog eens fantastisch, want ik weet ook niet zo goed hoe ik anders haar stroom had moeten krijgen. Dan hadden we weer een kabel moeten laten ingraven of zo. Dus jeetje, wat een hoop spullen. Ik ben echt helemaal omheen door spullen. Als het hier nog geen zooitje in deze werkplaats was, is het het nu wel, maar dan met allemaal nieuwe spullen. Ik ga dit met Sjoerd wel even binnenkort even uitzoeken. Sowieso kan ik al heel veel voor Dico gaan klaarleggen in het huis. Dat is natuurlijk al heel erg schattig. Maar oh, hoe blij ben ik met al deze nieuwe spullen. Ook echt gewoon allemaal te gebruiken. Nu mocht ik het natuurlijk gewoon zelf uitzoeken. Dat is altijd heel erg fijn als het in de samenwerking mag. Want dan krijg je ook spullen waar je ook echt iets aan hebt. In plaats van dat je spullen hebt waarvan je denkt, ja, dit gebruik ik niet of hier heb ik niks aan. Maar ik kan echt niet wachten om deze spullen te gaan gebruiken. Voor Diekje natuurlijk allemaal. Voor de katten in de zadelkamer straks. En voor de kippen in het nieuwe kiphok straks. Dus ik ben daar helemaal blij mee. Ik ga nu even haasten, want ik heb een afspraak bij mijn fysio.